Dit is Kandidaat voor de Raad. Een programma waarin Omroep Meierij mensen die op 16 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen de kans biedt om zichzelf voor te stellen. En de kandidaat van vandaag is Albert Dominicus. Uw presentator Hubertien van der Biggelaar. Goedemiddag Albert. Goedemiddag Hubertien. Albert Dominicus van de VVD. We hadden nog even niet gemeld. Woonachtig in Veghel, maar niet een echte Vechelnaar van origine. Maar wel een, de appel valt niet ver van de boom, hè? Nee, ik voel me echt Vechelaar, om het zo maar even te zeggen. Nee, wat moet je bijna zeggen? Meierijstotter? Of hoe is dat dan? Ja, daar zijn we nog niet uit hoe we dat moeten noemen. Ik kon heel lang in Veghel, om dan maar even dat te benoemen. Ben geboren in Uden. 7 jaar gewoond, opgegroeid in het altijd mooie Vorstenbos. Boven de rook, niet onder de rook, maar boven de rook van Veghel. Maar eigenlijk sinds mijn 11e al op de middelbare school in Veghel. Ja, en als je dat uitrekent dat ik 56 ben, dan weet je hoe lang ik al in Veghel kom. Sterk verbonden met Veghel. Sinds 1988 helemaal. Ja, oké. Okay. Wat even jouw privésituatie? Lang woonachtig in Veghel? Gezond, gelukkig, om die dingen te noemen. Nee, maar wat jij bedoelt, ik ben getrouwd met Reggie. We hebben 2 kinderen, Jochem en Rowijn, 21 en 24. En sinds 1988 woonachtig in Veghel. Oké, okay. Ook al lang actief in het Veghelse of Meierijstad, maar in elk geval wel ook maatschappelijk betrokken, zag ik. Ja, al heel lang. Eigenlijk vanaf dat ik in Veghel woon. In het begin heb ik ook voor de VVD actief geweest in die periode. Ik heb ruim 11 jaar ben ik ook penningmeester geweest van het bibliotheekwezen. Heel lang in de sport actief geweest, 8 jaar voorzitter geweest van Attackers, de basketbalclub in Veghel. Die ook toen de tijd verplaatst vanuit de Beemt naar het Zwijsen. Ook een eenvoudig project geweest. Coach geweest bij hockeyclubs, andere bij de hockeyclub in Veghel. Dus meer als gemiddelde zaken. Veghel op Gympies nog aan de basis meegestaan. Nog een POM opgericht. Ik ben 8 jaar voorzitter geweest van de ondernemersvereniging in Veghel. Er waren verschillende avonden, zoals mijn vrouw zegt, dat je even niet thuis was. En daarnaast, want je haakt het al aan, ondernemersverenigingen. Je bent ook ondernemer. Ja. Ja, op latere leeftijd. Ik adviseer iedereen om vroeg te beginnen, maar dat heb ik maar niet gedaan. Want waarom weet ik ook niet, maar dat komt zo wel een keer uit. Trouwens, misschien wel een leuk verhaal, maar dat komt nog wel een keer. In 2005, 1 januari 2005, ben ik voor mezelf begonnen. Want wij noemen dat een M&A-boutique, maar een ander kunnen gewoon zijn een corporate finance organisatie. Maar wij begeleiden nieuwe ondernemers die hun bedrijf willen verkopen. En nu met een man of 8, 9, we gaan weer verhuizen. Maar goed, in het Veghel op de industrietrein zitten wij dus echt aan de A50. Oké, okay, wat is dan jouw opleiding dat je dit werk doet? Oeh. Of ben je een beetje van een ander pad genomen in de loop der tijd? Ja, als ik bijna zeg, heb je een half uurtje. Ik probeer mijn kinderen, wat ik al zei, toch aan te moedigen om overdag te studeren. Ja. Maar ik ben met mijn 18e gaan werken, om dat CV maar even te benoemen, bij Intexo. Een prachtig Veghels familiebedrijf, wat helaas niet meer bestaat. Maar toen van de familie Appels was, op de Candylaan 5, waar nu een stukje Sligro nog zit. Als je Candylaan zit en je kijkt naar boven, daar staan de barbecues en dergelijke. Nou, op die locatie ben ik begonnen. Op de afdeling debiteuradministratie, administratie. Maar langs gestudeerd. Ik heb een hele lange weg voor MBO gedaan. Daarna MBA, praktijk, wil een boek houden. Ik ben er van de oude SPD-afdeling, SPD 1 en SPD 2. Toen nog post-HBO, bedrijfseconomie, bedrijfskunde. Daarna heb ik mijn master internationaal gedaan. Nog een stukje business valuation gedaan in Rotterdam. En maar in de avonduren. Dus, fix pad afgelegd, inderdaad. Ja, ik adviseer toch de meeste jonge mensen om er wat vroeger mee te stoppen. En de lifetime learning zit hier wel in, om zo maar even te zeggen. Helemaal helder. Gaan we dadelijk over doorpraten. Je hebt natuurlijk ook de muziekkeuze voor vandaag. Heb je zelf samengesteld. En we beginnen met Attelaat. En dat heeft voor jou een speciale betekenis. Ja. Ik gaf het al aan dat ik uit Vorstenbos kom, van origine. Ja. Mijn vader woont er nog. De rest van de familie woont daar ook nog steeds. Toen we in Vorstenbos gingen wonen en mijn vader is daar ook geboren. Die woont op stamhuis midden in het dorp, tegenover de molen. Maar al te laat is natuurlijk feit de Nistelrooyse zanger. Ik moest eigenlijk kiezen. Jullie al gevraagd, geef het op. En dan had ik Nistelrooy met Nistelrooy van al te laat. Maar ja, wie kent Nistelrooy nog? En vroeger was Nistelrooy daar Vorstenbos 1 gemeente. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen, maar toch heel de wereld veranderd. Dus echt het nummer Brabant gij veranderd. Want daar zijn we wel over eens. Het blijft nooit meer hetzelfde zoals het was. Kandidaat voor de Raad. Kandidaat voor de Raad. De Dommel, de Leigraaf,
De Zuid-Willemsvaart, de Peel en de Piesbos, een valke zwart. De strijken rondkijk en het Maaslandtunnel. De meierij van de Bos, de baronie van Bredot. Een Brabant, daar kom ik vandaan. Alleen maar in Brabant, daar kan de bestaan. Even plakken met roch en er steegjes te gaan. Waar knoten en pennen en brembezemen staan. Aan de rand van het bos stond een rooibonte koe met haar kont in de wind. En die zit dan houdt toe. Van Brabant, een Brabant, daar kom ik vandaan. Alleen maar in Brabant, daar kan de bestaan. Een lampenfabriek in het zijde van het land. En van oudsher in Tilburg de wolffabrikant. Met kloosters en kerken en adellijk bloed. Laat de boeren maar dorsen, we hebben het goed. Van Brabant, die zijn me bekend. Ik ben aan de brood van de mensen gewend. En er is ter wereld, waar ik ooit heb gestaan, is de zon met de oven zo ondergegaan. Want Brabant, mijn Brabant, daar kom ik vandaan. Alleen maar een Brabander kan het verstaan. Biskop op klompen, een hertog te paard. De grond is er goed of geen een klote werd. Maar de Brabander zelf blijft nog steeds heel apart. Want zo groot als een mond is, zo groot is zijn hart. Van Brabant, mijn Brabant, daar kom ik vandaan. Alleen maar in Brabant, daar kan de bestaan. Van Brabant, een Brabant, daar kom ik vandaan. Alleen maar een Brabander kon het verstaan. Het is bijna zonde om eroverheen te gaan praten. Albert, Brabant, mijn Brabant. Albert Dominicus van de VVD, te gast vandaag bij Kandidaat voor de Raad. Zou jij jezelf omschrijven als echte Brabander? Ja, absoluut. Wat is een echte Brabander dan? Een echte Brabander is iemand die aan zijn voordeur op zijn vlaggenmast een Brabantse vlag heeft hangen. Oké. Dus die hangt er bij mij thuis. Dat begrijp sinds, ik. Sinds kort. Ja, het heeft met gevoel te maken. Het heeft met regio-aspect is ook zo vervelend. Voor je het weet heb je Balkan-gedachten. Dat moet helemaal niet. Maar het feit dat het heeft met thuiskomen te maken. Als ik ben vanmorgen in Amsterdam geweest, even op en neer iets doen. En ik rij in een bos, rij ik de brug over. Dan ben ik in Brabant. En dan kan ik op mijn eigen manier praten. Dan krijg ik op mijn eigen manier respect. Ik vind dat we dat veel meer moeten krijgen vanuit de Randstad. Maar dat is een ander punt. Weet je wat ik trots op ben? Een paar jaar geleden was kantoor. Dan moeten mensen maar opzoeken die horen. Hebben wij een prijs gewonnen. Ja, of drie geleden. Trouwens, gisteren 3 jaar geleden. Dat stond gisteren op Facebook. Komt er van die dingen voorbij. Ja. En wij kregen de prijs overhandeld van Hans Biesheuvel. Voorzitter van ONL, ondernemend Nederland. Heeft veel contact in Den Haag. Heb ik contacten mee. Maar die reikte de prijs uit. We kunnen met Brabantse trots zeggen dat deze man de prijs gewonnen heeft. En dat volstaat voor mij. Het heeft niks met we zijn beter of anders of noem maar op. Het heeft met thuiskomen te maken. Het heeft met een gedachtegoed te maken. Het heeft met niet lullen maar poetsen te maken. Die categorie, jongens, we staan er. En dat is gewoon het gevoel van hier. Vind je dat ook een kracht van de regio dan?
Ik vind dat maatschappij van regio, dat de regio zelfs die kracht groter moet gaan maken. Als je dan toch de politiek wil maken. Kijk, we hebben drie grote maingebieden. We hebben het gebied van rond Rotterdam, we hebben de mainpoort Amsterdam en we hebben echt de mainpoort Oost-Brabant met de Eindhoven en de Bos in. En Meijer eigenlijk daar centraal tegenaan ligt. En daar kunnen we veel meer mee doen. Daar kunnen we veel groter maken. De verbinding tussen provinciaal en landelijk kunnen we ook veel meer mee doen. Dat is wel iets wat we moeten leren. Om gewoon te zeggen, jongen, we staan hier. We hebben hier fantastische familiebedrijven zitten. We hebben hier fantastische bedrijven in totaliteit. De ondernemendheid is hier enorm groot. Ook vooral na de oorlog, als je een beetje geschiedenis probeert terug te halen. Nou ja, ik had het over al te laat over Nistelrode. Ja. Het gaat maar door. We kunnen niet meer terug in deze. Maar Brabant is gewoon echt het centrale punt. We moeten dat echt uitdragen. En vind je dan ook persoonlijk dat de fusie die uiteindelijk Meijerijstad is geworden, het samengaan van een aantal kernen en gemeenten, dat ook wel een krachtiger vuist kan opleveren richting andere overheden? Ja, absoluut. Ja, voor mensen die mijn achtergrond al wat langer kennen, Uber 10. Ik heb mee aan tafel gezeten toen ik voor de ondernemersvereniging was in Uden. Daar is ooit bezig geweest om met Uden te fuseren. Om reden waarvan ik zou zeggen die in Uden liggen, is het helaas niet doorgegaan. Een fantastische besluit geweest als de toenmalige burgemeester in de adem omgekeken heeft. Zegt, we hebben aan de achterkant zitten, want het gebied is groter. En we hebben gekeken naar Uden-Rode en hebben naar Schijndel gekeken. Ik ben een groot voorstander van deze fusie. En er zijn heel veel dingen die nog niet kloppen. Heel veel dingen die nog aangepast moeten worden. Heel veel dingen die op gemeentelijk niveau nog niet juist zijn. Maar zijn dingen vrij gewoon. Meijerijstad voor mij is ook geen verzameling dorpen of steden. Meijerijstad is vrij gewoon een kapstok waarin we gaan samenwerken, waar we geld te kunnen krijgen, waar vaak de centrale overheid lokaal, decentraal, sorry, provinciaal en landelijk, dat we daar de kracht in kunnen zijn. Veghel blijft Veghel, Schijndel blijft Schijndel en Olland blijft Olland. En dat is wel heel veel belangrijk. Dus die kapstok vind ik erg van belang, omdat je daarmee de grote gelden kunt ophalen. Natuurlijk zijn de fusieovernamepraktijk en iedereen zegt, joh, allemaal fuseren, groter, is dat wel beter. Zelfs mijn eigen vrouw is daar niet altijd met mij over eens. Dan mag het ook wel ooit leuk thuis. Ja. Maar ik geloof echt vaak in een groot samenwerksverband. Maar het moet wel samen. Ja, en je zegt eigenlijk, hè, we zijn het thuis niet altijd eens. Hoeft natuurlijk ook niet. Houd je dat ook wel scherp dan? Nou, mijn vrouw houdt mij wel scherp. Als dat een verkapte vraag is die jij wilt stellen. Maar mijn vrouw houdt mij wel scherp met twee beentjes op de grond. Dat durf ik wel 100% te zeggen. Daar krijg ik wel de weerstand van die ik ook wel moet hebben. Absoluut. En waarom moet je die hebben? Ik heb een bepaalde drive. Ik heb een bepaalde doorzettingsvermogen. Ik wil doelstellingen realiseren. En dan moet je ook als omkijken van dat je geen brokken maakt. Okay. En dan moet je wel eens een keer de andere kant bekijken. Is dat iets wat je in de loop der tijd hebt moeten leren, ervaren? Als je ouder wordt, word je allemaal wijzer. Wij mannen worden misschien knapper, zeggen ze dan. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Daar laat ik me even niet over uit. Maar los daarvan. Nee. Je wordt wijzer in de tijd. Je leert dingen, je leert ervaring opdoen. Je leert dingen behandelen daar in deze. En als je wat jonger bent, dan ga je als een droogkanger er doorheen. Ja, ook hoe de mens zich ontwikkelt in het Absoluut. Algemeen. Ja. Jij raakte ook wel even aan van, nou, nog niet alles is misschien zoals het hoort, of zoals ik het voor me zou zien, of zoals zou moeten na die fusie. Is dat iets, want jij zit natuurlijk ook veel in begeleidingstrajecten van bedrijven, is dat gewoon iets wat tijd nodig heeft? Of is dat ook iets waarvan je zegt, ja, maar dat motiveert mij ook wel om die raad in te gaan? Ja, ik denk dat de meest spannende periode gaan krijgen de komende 4 jaar. Als je naar fusies kijkt, in de algemene zin, overnames, fusies krijgt, bedrijfsopvolging krijgt, het ergens aan beginnen is geen kunst. Iets verankeren in de maatschappij en dan eraan draaien, dat is de kunst. Als je vaak bij Verolmen of weet ik waar zo'n prachtige boot losgooit, die boot blijft wel drijven. Meijerij zal blijven wel drijven in het begin. Maar nu moeten we gaan fine-tunen. Het harmonisatiebeleid van de eerste 2 jaar kun je zeggen, joh, kun je wel alles van vinden. Wettelijk geregeld, dan kom je er wel. Dat is niet de uitdaging. De uitdaging om nu veranderingen door te brengen, om mensen samen te brengen. Dat is belangrijk, om nu als eenheid naar buiten te treden. En dat vind ik, dat is ook mijn drive om dit te gaan doen. We krijgen echt de moeilijkste periode nu. Dat is een heel duidelijk antwoord. We gaan even naar muziek luisteren. Daarna ga ik vragen waarom jij dat graag namens de VVD wil doen. Oké. Kandidaat voor de Raad. Sharp
tameless horses we left in plastic as numbered corpses, and we learned fast to travel light. Our arms were heavy, but our bellies were tight. We had no home front, we had no soft soap. They sent us Playboy, they gave us Bob Hope. We dug in deep and shot on sight and prayed to Jesus Christ with all of our might. We had no cameras to shoot the landscape. We passed the hat. Eventjes geleden alweer. Waarom deze keuze? Ja, ik zei dat al in de pauze. Dit, voor mij is hier maar één datum aan gekoppeld. 30 april 1975. Ik was 10 jaar. Of ik werd 10 dat jaar, zo moet ik het eigenlijk wel zeggen. De vlucht van de Amerikanen vanaf het dak van de ambassade in Saigon.
Dit liedje is trouwens van veel later als het eruit gaat, twee kanten op. Maar dat heeft afgelopen zomer kwam het bij mij weer op. Want ja, de Amerikanen gingen ook weer weg uit Afghanistan. Hebben heel veel geld, energie, allemaal dingen geopolitiek daarin gestopt. Maar we zijn weer ergens vertrokken. We hebben weer een oorlog gevoerd om niks. En eigenlijk, als je dan een beetje tegen de politiek wil aanschuren. Ja, we willen allemaal welvaart en welzijn. Het beste voor onze mensen en onze omgeving. En dat zit hier ook wel. Dat wil iedereen, dat willen ze daar, dat willen ze hier. En de zinloosheid van een oorlog die daar weer gevoerd is, ook toen. En ik ben redelijk pro-Amerikaans, maar de zinloosheid van een oorlog is toch wel bijzonder. Dat is het liedje, maar ook de artiest, ja, Billy Joel. Wij zouden eigenlijk in juni 2020 met corona naar Billy Joel gaan. Madison Square Garden. En dan blijft het mooiste liedje, we hadden het even samen dat al heel kort gerefereerd. Ja. Dat blijft nog wel zijn Piano Man. Ja, maar ik moest kiezen, dus vandaar dit. Ja. Nou, helaas ging dat niet door. Nee. Jammer, misschien zit het nog in het vat. Hè? Het geeft natuurlijk wel iets aan over hoe ingrijpend de wereld eigenlijk in een hele kleine tijd, in een klein tijdsbestek is veranderd. En dat is niet gekomen door politiek of economie, maar door een virus. Ja. Hoe kijk je daar zelf op terug? Want Mariënrijs, dat is een enorm diep getroffen gemeente. Hè? Dat is wel echt het epicentrum, zeker aanvankelijk van de besmettingen geweest. Heeft dat jouw blik veranderd op hoe we met elkaar om moeten gaan? Of hoe je politiek zou moeten bedrijven? Ja, het laatste zijn twee dingen. Laat ik zo zeggen, corona heeft ons allemaal diep geraakt. In de voorbeschouwing ook gezegd van, joh, kijk, mijn schoonvader is aan corona overleden, 2 jaar geleden. Dat raakt je altijd in alles. Mensen die hem kent, we zaten vecht, ik woon aan de noordkant van Veghel en ik zie in feite de auto's, de ambulances richting ziekenhuis vertrekken. En helikopters overkomen in het kader van het liedje wat we net gehoord hebben. Het zijn hele bijzondere zaken. Meijerijs al Mijmert, een geweldig initiatief wat er op een gegeven moment door de gemeente is genomen om in alle 13 kernen bankjes neer te zetten, mensen te verbinden. Dat verbinden van mensen is zo enorm van belang. En dan maakt het niet uit welke partij je bent of wat het is. Hè. En met een slogan die ik altijd wel eens gebruik is, ja, alleen loop je harder en samen kom je verder. Dat blijkt ook wel uit deze coronatijd. Alleen we zijn het allemaal, en ik ook, spuugzat. Ja, dat klopt. Gelukkig mogen weer weg, zo maar even zeggen. Los van welke besluiten daar genomen zijn. En het managen van jeugd. Ik heb 2 jonge kinderen van 21 en 24. Is ook een opgave in coronatijd geweest. Het zal niet alleen bij mij zijn, maar bijvoorbeeld bij de meeste gezinnen. Corona doet wel wat met mensen. Dit eilt nog decennia na als het overuit gaat. En vooral naar de politiek. Jouw laatste deel van de vraag. Daar moeten we wel bij rekening mee houden. Mensen moeten niet tegenover elkaar staan. Mensen moeten met elkaar proberen daarin iets te bereiken. Even los van welke visie je op dingen hebt. Los van of de lantaarnpaal daar moet branden of de stoeptegel daar recht moet liggen. Dat zijn andere zaken. Dorpspolitiek. Dan moeten we toch een beetje boven gaan komen. Ook als Mariënrijsstad zijnde. Maar dat is wel van belang. En die samenhorigheid, daar draait het om. Ik hoop, laat ik het zo zeggen, dat corona dat ons geleerd heeft. Nou, kijken we even niet lokaal, regionaal, maar landelijk. Jij bent, Albert Dominicus, actief voor de VVD. Hè? Ja. VVD is natuurlijk een regeringspartij geweest in deze coronatijd. Daar is door heel veel mensen vinden daar wat van. Hè? Positief, negatief, op allerlei manieren. Word je daar ook wel op aangesproken? Soms wel. Jawel. Soms wel. Wat is jouw antwoord dan? Dat ik het niet kan beïnvloeden. Ik kan alleen mijn mening doorgeven aan mensen. Er zijn ook mensen, ondernemers geweest, die hebben mij letterlijk benaderd. Van joh, maar zijn dit wel de juiste besluiten die de regering neemt? Dit betekent voor mijn winkel heel veel. Dit betekent voor mijn bedrijf heel veel. In die categorie van het over achterban spreekt. Of mensen die vaak gewoon op straat aanspreken. Joh, maar zijn we wel goed bezig? Als een beetje weten, de link wordt gelegd tussen mij en de VVD. En die is bij de meeste mensen die mij bekend al 30 jaar bekend. Je kunt niet alles veranderen. Er wordt wat meer gezegd. Er zijn besluiten genomen. Met misschien 20% van de kennis moeten 100% van de besluiten genomen worden daarin. Wij kunnen de zaak niet veranderen. Soms moet je meebewegen. En sommige besluiten ben ik gewoon letterlijk niet eens geweest. Hè? Nee. Kijk, je hoeft niet per se te zeggen dat PSV altijd goed gevoetbald heeft als ze ook slecht voetballen. Ja. Geldt voor dit ook. Hè? Als je lid bent van de VVD, hoef je niet blindelings achter partij of iets aan te lopen. Dat is weer een heel andere situatie. Nou raak je wel iets aan, hè? Lidmaatschap van de VVD. Waarom voel jij je thuis bij deze partij? Dat gaat ver. Omdat ik in de kern, dan gaat het uiteindelijk, die keuze maakt als je relatief jong bent. Iedereen heeft een liberale gedachtegoed. Een hele beslommering kun je daarover gaan vertellen. Het gaat mij om het zelfstandig kunnen ontwikkelen van mensen. Vrijheid kunnen geven, dat mensen zich een vrijheid kunnen ontwikkelen naar de toekomst toe. Nou, je hebt net een beetje mijn levensverhaal gehoord. Ik ben zelf gaan studeren. Ik word door mensen gemotiveerd om te studeren. Ik ben mijn eigen bedrijf begonnen omdat ik in vrijheid keuzes wil maken. Heel veel fouten hebben gemaakt hoor. Maar dan moet je dan zelf maar voor boeten. Maar aan de andere kant moet je mensen moet helpen als het niet lukt.
Hè, zo'n song, nou ja, je brengt het allemaal mooi bij elkaar trouwens vandaag. Maar toeval, maar zo'n liedje als Billy Joel, ja, die vrijheid, mensen zijn op zoek naar vrijheid. En dat is iets wat maar echt bij mij zit. Mijn eigen keuze kunnen maken, mijn eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Op de blaren zitten als ik het zelf fout doe, ook dat komt voor. Allemaal elementen die echt voor ons liberalen iets vinden. Alleen, ik vind, ja, zo'n verzamelbak liberalen, daar kun je van alle kanten mee doen. Dan kun je een hele discussie krijgen over allerlei stromingen binnen dat gezelschap. Toen ik jong was, en in die periode van 1975, toen ik 10 was, ja, dan kreeg je nog de keuze, je bent communist, of je bent socialist, of je bent liberaal, of allemaal meer. Die versplintering is allemaal de verkeerde kant opgeschoten. Dat is dan een politieke mening, heel duidelijk voor mij. Want ja, kijk maar naar de gemeenteraad, maar ook kijk maar naar de Tweede Kamer. 19 mensen die allemaal een mening mogen geven, dat duurt dagen. Ja. Voor je ergens door een debat heen bent. En voor mij is de stroomleiding voor de VVD wel heel duidelijk. Mijn eigen keuze kunnen maken, jongeren kunnen motiveren. En we gaan stappen maken naar de toekomst toe. We gaan veranderen met elkaar. In alles. Nou, is dat eigenlijk een ideële keuze? Hè? Je zegt van nou, het gedachtegoed van de VVD past bij mij. Daar voel ik me bij thuis, daar voel ik me prettig bij. Dat kan, hè? Dus je bent lid van de VVD, maar je kiest er ook voor om actief te zijn bij zo'n politieke organisatie. Ja. Waar komt dat dan uit voort? Ja, om niet aan de zijlijn te zitten, maar dat zit misschien een beetje de rest van het geheel mee. Het is o zo makkelijk voor iedereen om ergens gaan te zitten, iets te roepen, iets te vinden. En tegen anderen zeggen, jij moet het maar oplossen. En dat zit niet in de aard van dit beestje. Om het zo maar even te benoemen. Ik vind als je ergens een mening voor hebt en je roept ergens voor. En ja, mijn mening vertel ik dan ook wel eens. Links of rechts, dan moet je ook aanpakken. Dan moet je doen. Hè? Niet voor niks was de slogan een paar jaar geleden van de VVD. Wij pakken aan. We maken keuzes. Niet voor niks is onze slogan eigenlijk een tegenstelling tot wat centraal doet bij de VVD. We hebben een heel ander slogan als de VVD. De lokaal dit jaar als landelijk. Wij kiezen echt voor het thema straks is nu. Waarom? We maken nu keuzes om dingen te veranderen. Hè? We maken nu keuzes vaak om te gaan verduurzamen. We maken nu keuzes om gaan te wonen waar we willen gaan wonen. Al die dingen meer. Nou, dat zijn de keuzes die ik wel wil hebben. En dan ben ik geen kijker om te kijken, jongens, laat anderen het maar doen. Dan pak ik de telefoon en dan doe ik zaken. En dat is de keuze waarom ik actief ben gaan doen. En ik was al actief voor de VVD. Hè. Het is niet zo dat ik in één keer deze zomer heb besloten van... ik ga eens iets doen. Nee, je bent al heel lang lid van de VVD. Hè? Ook nog penningmeester... Nee, niet penningmeester geweest, maar in bestuur gezeten. Nou, als je teruggaat naar de laatste periode. Ik ben penningmeester geweest in de periode 1989. Maar dat is heel lang geleden. Dat is even terug, ja. De laatste jaren, toen de gemeente Meijerij zat bij elkaar... ook zo'n fusieproces. Hè. Dan heb je 3 afdelingen, ook binnen de VVD. Iedereen richt zich eigenlijk op zijn eigen afdeling. Schijnel op Schijnel, Veghel op Veghel, Sint-Oederode op Sint-Oederode. Uiteindelijk zijn die besturen zeggen van ja, maar willen wij nog wel voor het grotere geheel gaan zitten? Nou, ik deed toen nog tijd al wat voor de VVD. Ik heb onder andere met andere mensen alle kandidaten gesproken voor de provinciale statenverkiezingen. 3 jaar geleden nu is dat geweest. Of zomer, komende zomer 4 jaar geleden al. Of 4 jaar is weer verkiezingen. Dus ik deed al wat voor de club. En op een gegeven moment is de vraag gesteld, zou je niet kijken of we alles bij elkaar kunnen brengen? Dus langzaam maar zeker hebben we dat netwerk gesloten. Nieuwe mensen gevonden, nieuwe mensen gezocht, nieuwe mensen aangezocht om lijsttrekker te worden. Toetreden tot de kandidatenlijst. Nieuw bestuur gevormd, nieuwe voorzitter gevonden. Ja, allemaal dingen die achter schermen doet. Over aanpakken gesproken, dat vind ik dan erg leuk om te doen achter schermen. Ja, en uiteindelijk krijg je de vraag van, maar wil je dan zelf niet op de lijst? Toen zei je ja. Nou, dan moet je goed nadenken. Hè? Dan ga je nadenken. Zei je niet meteen ja, hoor ik. Nee, er zijn wel dingen die benoemd zijn geweest. En dan ga je thuis in overleg en ontstaan nieuwe dingen thuis. En dan ga je erover spreken en dan ga je met Nederlands lijsttrekker Jan van Burgsteen nog eens een keer in overleg. Omdat ik Jan gevraagd had, wil jij geen lijsttrekker worden? Toen kreeg ik een keer de vraag terug in deze, wil jij dan niet zelf iets gaan doen? Je weet, het kost veel tijd, het kost veel moeite. Je krijgt niet zomaar klaar. Als ondernemer heb je toch het idee van, nou, dat ik vandaag besluit mijn bedrijf kunnen morgen invoeren. Dat werkt niet altijd zo binnen de gemeente. Ben ik nu al achter. Maar je wil aanpakken, je wil door. Je hebt de visie, je wil naar een gemeente toe waar het voor de jeugd prettig gewoon is. Je moet een goed onderwijs neer gaan zetten. En dat is allemaal zo'n verhaal van willen allemaal. Als je alle verkiezingsprogramma's leest, willen alle politieke partijen dat. Nee, we gaan het echt realiseren met elkaar. We gaan aanpakken, we gaan doen. En dat is de reden om te zeggen van, nou, dan moet je niet aan de zijlijn blijven staan. Dan moet je het gaan doen. Oké. Okay. Dream.
dit. Toch? Mooi, hè? Hoge stemmen. Heel hoog en heel knap gezongen. We hadden het net over. Ik zou het zelf willen kunnen. Ik weet niet of jij die ambitie hebt, maar... Nee, ik zing ooit in de douche, maar dan hou ik echt letterlijk mee op. Koor is niet jouw ding, dus blijkbaar. Nee, ik had het wel bij jeugdkoor. Dat was de kerkkoor voor zijn bos, maar dat is echt iets anders. Maar prachtig nummer. Ook echt wel. Ben jij musical fan? Ja, gek genoeg. In het begin niet. Maar jullie dingen samen. En ik ga straks om. Maar wij gaan regelmatig naar musicals. Wij bezoeken regelmatig het theater. Ook, vind ik een uitgaande ding. Als je dingen niet plant in het leven, dan doe je ze niet. Hè? Zo nee. Werken we met dat soort dingen ook. Als het kan, musicals. De meeste musicals in Nederland hebben wij wel ergens gezien. Grappig dat je dit opbrengt, hè? Want er is natuurlijk heel veel kritiek geweest dat de theaters zo lang gesloten zijn. Ja. Dat is natuurlijk een beslissing geweest. Vaak wordt ook wel gedacht, een liberale partij is niet van de cultuur. Is dat een stelling waar je het mee eens bent of juist helemaal niet? Voor de radioluisteraars, in ieder geval aan jouw glimlach te zien, weet je al dat ik het niet mee eens ben. Nou nee, ik had geen idee. Nee, ik ben het helemaal niet mee. Cultuur is de cement, echt dat ik de cement in de samenleving. En het verbaasde mij, ik heb dat pas nog eens een keer met theaterdirecteur Harry Vermeulen gesproken en mensen van Phoenix. Cultuur verbindt mensen. Vooral in de cultuur die wij hebben. Ik denk dat je niet moet vergelijken als je in Afrika bent of in Zuid-Amerika bent of in Azië bent. Maar de Europese cultuur, in de Europese samenleving verbindt cultuur mensen. En dat vind ik erg van belang. Kijk wat mensen kunnen doen, de ontwikkeling daarin. En dat mag ook geld kosten. Ja. Het is echt jammer, en ik kan er geen oordeel over vellen, maar het is echt jammer dat de cultuursector nog dicht heeft gezeten. Ja, in elk geval mogen ze nu wel weer tot 10 uur open. Hè? Dus dat is het goede nieuws inderdaad. Ja. Blijkt ook uit jouw uit jouw nevenfunctie die je ooit gedaan hebt. Hè? Je bent onder meer actief geweest bij de bibliotheek in Veghel als penningmeester. Nog een aantal andere functies gedaan. Altijd eigenlijk dus naast je werk en eventueel studies nog maatschappelijk betrokken en actief geweest. Is dat je met de paplepel ingegoten thuis? Ja. Ja, mijn vader was ook behoorlijk maatschappelijk actief in het dorp waar wij vandaan komen. Ja. Zoiets als Jong Nederland, oprichten van de scoutingen. Ja. Dan in Vossenbos, mijn vader opgericht. Mijn vader was ook jarenlang koster geweest in de kerk dan voor het dorp, als je daarover gaat. Maar mijn vader was ook actief voor de vakbond. Misschien was daar hadden we dikwijls discussies over. Ik wou niet zeggen, er zal best wel gediscussieerd zijn thuis. Gediscussieerd zijn. We hebben nooit een jaar gehad. Dat is wel grappig als je over politiek spreekt. We hebben nooit een jaar gehad dat bij ons thuis in Vorstenbos dat drie posters voor de raam hingen. Er ging er eentje van de Partij van de Arbeid, er ging er eentje van de CDA en er eentje van de VVD. Nou, die van de VVD was voor mij en de rest mag de rest invullen. Wie wat was. Dat betekent dus ook wel dat in jouw ouderlijk gezin politiek echt wel besproken werd en dat daar ook wel dat er aandacht voor was. Nee, het is niet dat wij een politiek gezin waren. Dat wil ik toch wel echt nemen. Er werd wel over politiek gesproken, er werd over dingen gesproken die we wilden veranderen in de maatschappij. Nog even los van, dat betekent van ik ben voor partij A, B of C. Er zat niet zozeer een stempel uit die hoek. Maar wel, we willen iets realiseren. Hè. We willen verandering, we willen verbetering. We willen vaak gewoon harmonie hebben tussen mensen. Welvaart en welzijn in die categorie. Ja, daar zijn we bij ons thuis al wel mee op gevoed. Is dat iets, laat ik het zo zeggen. Veel mensen zijn nu op het moment minder met politiek bezig. Of voelen zich minder politiek betrokken. Mm-hmm. Waarom zouden deze mensen juist nu toch moeten gaan stemmen? Als je echt iets wil betekenen, vind ik. Nou, aan de ene kant zit anders. Ik vind de stem recht. En plicht weer is iets anders. Maar als je echt iets wil betekenen, laat je stemrecht horen. Ga stemmen. Laat weten aan mensen die jou willen vertegenwoordigen wat jij van hun vindt. Wat jij van jullie partij vindt. Of het dan van links naar rechts is, dat maakt me nog niet heel veel uit. Maar niet meedoen. Je hoort steeds mensen, de afstand tussen politiek en de bevolking is groter geworden. En dat is een probleem wat de politiek zich moet omarmen. Wij moeten en iedereen roept rond de verkiezingsperiode, wij ook. We gaan die wijken in, we moeten mensen benaderen. Maar ik vind dat je mensen echt moet benaderen. En dat wil geen complete voorstemmingen zijn of mandaten zijn of andere dingen zijn. Maar betrek er mensen wel bij. Die kloof dus. Maar aan de andere kant moet de politiek mensen ook begrijpen, wel heel duidelijk, in de hele breedte, we zijn samen de politiek. Politiek is niet iets van anderen. Politiek is niet iets van Den Haag. Of is niet iets van de gemeente Meijerijstad of van Den Bosch. Politiek zijn we samen. En je kunt invloed uitoefenen. Dat duurt misschien lang. Daar bereik je niet altijd iets mee. De consensusmaatschappij is natuurlijk heel groot. Maar ik heb liever een consensusmaatschappij.
als een democratie waar altijd alles op de hakblok wordt gelegd. Het gaat om dat samenaspect in deze. En los van even welke stroming en waarom, dat vind ik wat minder van belang. Ja, eigenlijk zeg je, je hebt een bepaald recht en maak daar gebruik van. Ja. Kun je ook snappen dat mensen politiek gewoon toch wel heel ingewikkeld vinden geworden? Ook omdat er bijvoorbeeld een omgevingswet die gewoon ingewikkeld in elkaar steekt, groot is, ook best abstract is, dat mensen gewoon niet meer zo goed weten wat die politiek allemaal voor invloed heeft in hun leven. Volledig, want ook ik ken hem niet allemaal. Als je kijkt hoeveel wetten er voorbij komen in het land, en het is meer is minder. En dat is fantastisch dat je dat vindt. En we vinden vanuit de overtuiging dat de overheid minder regelgeving moet zijn. En dan roept de VVD ook al jaren. En daar ben ik al jaren van overtuigd. En toch krijgen we elke keer maken we wetten om wetten buitenspel te zetten. Meer is minder. En dat is ook wel grappig waar mijn reis op kan gaan verbeteren. Ons ambtenarenkorps, of hoe we het ook gaan noemen, moeten mensen helpen om door die regelgeving heen te komen. Je kunt niet alle wetten kennen, noem maar op. En niet zo van, we beginnen even opnieuw. Je levert een formuliertje in. En voor vergunningencyclus, vaak over 6 maanden, krijg je wel te horen of je het huis mag bouwen. Nee, ik wil nu een huis bouwen. Hè. En slogan ook, straks is nu. Ik wil nu bezig zijn om activiteiten te doen voor de mensen. Een voetbalclub die zegt, moet een week van tevoren zeggen of we een activiteit willen gaan doen in deze periode. Dat kan echt niet. 3 tot 6 weken, 3 weken, max, dan moet je doen. En dat je politiek gaat maken, dat je over 6 maanden hebben we de vergunningen pas ziekjes voor elkaar. Als ik tegen mijn klanten zeg, tegen een bedrijf zeg, altijd moet zoeken naar nieuwe klanten. Over 6 maanden ben je aan de beurt, dan ben ik over 3 maanden failliet. En een overheid zal dat wel kunnen, ga nou die kern van de problematiek ons aanpakken. En burgers begrijpen dat niet. De krant schrijft erover, wij praten erover, mensen snappen dat echt niet. En dat moeten we aanpakken. Daar gaat het over, de nieuwe elan dan maar even. Ja, een nieuwe bestuurscultuur, het nieuwe elan. Ja, allemaal leuke termen, ook bestuurscultuur. Uiteindelijk krijg je dat mensen gaan met elkaar overleggen. Maar als ze echt overtuigd zijn dat we kunnen veranderen en willen veranderen in kleine stapjes, want het is een tanker die je laat draaien, dan gaat het uiteindelijk lukken. Duidelijk punt, Albert. Kandidaat voor de raad. Hij zet zijn brommer tegen de stal en loopt dan naar binnen. De tafel gedekt, zijn oude huis eten er al. Ze kan beginnen, maar het is er zo stil. Er staat geen radio aan en vader die staart naar de tafel klinkt. Moeder kijkt Heine zo aardig aan. Ze zei, jongen, het zal niet meer gaan. De schuld is te hoog opgelopen. Jongen, het zal niet meer gaan. We zullen de boerderij moeten verkopen. Jongen, het zal niet meer gaan. En hij wil weg, hij moet weg naar zijn plekje achter de scheur. Ziet hem lopen achter de scheur. Hier leerde hij fluiten en keek met zijn vriendjes wie het wijdste kon pissen. Hier had hij zijn plekje achter de schuur, dat is al zo gewist. En met zijn meidje was het hier ook de eerste keer. Onbeholpen, verliefd en verlegen, Hans het gedaan, zo schoon en nog een keer. En toen had hij zijn meidje gevraagd of ze boerin zou willen zijn. Jongen, het zal niet meer gaan. Want dit wordt allemaal van men, had hij gezegd. Maar nou moet hij weg, hij moet weg van zijn plekje en van de scheur. Ziet hem staan daar achter de scheur. Nou staat hij te janken achter de schuur en vloekt verdomme. Hij schupt met zijn haken tegen de muur. Hoe komt zo wijd komen? Waar moet hij nou? Hij was hier zoveel van plan. Nog een paar jaar dan zou het van hem zijn.
het nou, er kunt nou niks meer van. Oh, het is zo blind kan zijn. Hij dacht dat zo'n woord niet zou lopen. Jongen, het zal niet meer gaan. Maar dat ze de boerderij moeten verkopen. Jongen, het zal niet meer gaan. Dus nou moet hij weg, hij moet weg van zijn plekje en van de scheur. Achter de scheur, ziet hem staan daar achter de scheur. Gerard van Maatschappers, horen we weg hebben achter de scheur. Keuze van Albert Dominicus van de VVD. Daar zit vast een verhaal achter. Ja, eigenlijk een heel mooi lied. En eigenlijk een heel triest lied. Dat is de reden waarom ik voor gekozen heb. Je hebt twee versies. Je hebt deze versie van Gerard van Maarsluis en ook de versie van Normaal. Ja. Maar eigenlijk het verhaal gaat over jonge, ambitieuze mensen. En dat is waar wij ook weer voor willen staan. Ik zal er ook voor willen staan. Jonge, ambitieuze mensen die denken, joh, ik ga het allemaal overnemen. Ik sta aan het begin, ik vlieg thuis uit en ik zie de wereld nog voor me. En uiteindelijk word je geremd door de maatschappij. Uiteindelijk word je geremd door het feit dat je niet actief kunt doen. Los van even waarom. Los van, dat zien we in het MKB. Dat zie je in bedrijfsopvolging waar wij heel erg in bezig zijn. Dat zie je vaak ook bij dit verhaal. De jongen die zijn verdriet eigenlijk zelf binnenhoudt. De trots van zijn familie daarin uit ze spreekt. Waar ook tegen zijn vriendin moet vertellen. Maar ik word geen boer. Of ik word geen ondernemer. Of ik kan mijn doelstellingen niet realiseren. En eigenlijk is dat een beetje de drive voor mensen op mijn leeftijd die de politiek nog meer om willen omarmen. Voor die mensen doen we het. Hè? Voor die mensen doen we het vooral. Voor die mensen zorgen dat er woningen komen. Voor die mensen moeten zorgen dat er banen komen. Voor die mensen moeten we echt zorgen dat er mijn reis hadden. Dan heb ik een hele grote opgave. Ook HBO en MBO echt aandacht is voor mensen die we kunnen opleiden. We moeten deze mensen houden hier. Los van hoe en wat. Dan zeg je, hè, mensen op mijn leeftijd. Zou jij toen je 20 jaar jonger was of 25 jaar jonger was, al zover zijn geweest dat je de gemeentepolitiek in zou gaan of de gemeenteraad in zou willen? Nee, misschien wat ambities hebben gehad, maar niet de bagage die ik nu heb. Het gaat om bagage die je mee neemt. En welke bagage neem jij dan mee? Ik neem bagage mee van, ik denk mijn netwerk. De contacten die je erin kunt hebben, door kunnen pakken, dingen kunnen beschouwen. Ik denk dat je ouder wordt, dat je dingen wat op een andere manier gaat beschouwen als dat je jong bent. Ook kunnen begrijpen dat links of rechts niet tegenover elkaar hoeft te staan. Het strijdbare, het is niet voor niks dat ze jonge mensen in het leger zetten en geen oude mensen. Niet alleen met hardlopen te maken, maar ook met hoe staan zij ten opzichte van andere activiteiten. Of met het vechten voor idealen daarin. Nee, ik denk niet dat dat had gekund. Nu het juiste moment is voor mij om hier rustig op een afstand, wel met een behoorlijke drive, door iedereen in mijn omgeving zit. Want klapvee, daar wil ik niet zijn. Je zegt wel met een bepaalde drive. Hoe reageren mensen in jouw naaste omgeving op toch die beslissing van, nou, ik ga me wel kandidaat stellen? Enthousiast. Waarschuwend. Sommigen behoudend. Maar ik heb geen enkele negatieve reactie gehad. Dus dat vind ik ook wel prettig. Voor jezelf is het wel fijn dat je in ieder geval bevestiging krijgt. Misschien durf je het niet te zeggen, maar daar ben ik ook niet bang voor. Wel mensen beschouwend van, joh, let op, verzand niet in de radar eigenlijk van de bureaucratie. Okay, en dat zie je er nog steeds wel ontstaan. Je bent als ondernemer en jij zelf hebt zo'n drive die dingen wil bereiken. We gaan de doelstelling realisatie. Ik spreek er zo met extern over. Ik heb zo de coach voor kantoor waardoor we spreken. Ja, hoe kun je dat weer wat bedachtzamer brengen? Nou, dan bereik je dat wel als je wat ouder bent. Maar mensen hebben positief gereageerd. Maar hou wel rekening mee dat besluitvormingsprocessen ooit veel te lang kan duren. En ooit dingen herkoud moeten worden. Vooral als over amendementen en moties gaat en weet ik het allemaal in de raad. Is dat iets waar je dan ook, wat voor jou misschien wel lastig kan zijn? Ben je daar bewust van? Ja, 100% bewust van. Vreselijk lastig. Dan uit ik wel iets via de app of weet ik wat naar anderen toe. Een jaar of 10 geleden zou ik het op Twitter zetten. Maar ja, had je maar 140 tekens. De tekst wordt wat langer in deze. Nee, daar ben ik me echt bewust van. En soms de stroperigheid van dingen. Of iedereen moest ze gelijk halen. Vooral nu rond de verkiezingen. En wij doen er ook aan mee. Hè. Let op, want iedereen is nu aan het profileren. Ik zit hier ook alleen maar omdat er verkiezingen zijn. Binnen nu een anderhalve maand. En iedereen profileert zich daar ook mee. Maar we moeten opletten om niet profileren
om het profileren. En moet er duidelijk in daar zijn. En waarom past zo'n gemeenteraadslidsfunctie wel heel goed bij jou? Ja, dat is een antwoord die kan ik pas over 4 jaar geven. Maar ik denk dat ik wel een verschil kan maken, een verschilletje kan maken. Je moet het niet groter maken dan het is. Een verschilletje kan maken door duidelijk daarin te zijn, duidelijk doelstellingen erin te hebben, dingen willen realiseren met anderen. Let even op. En het maakt me echt niet uit of het SP is, of Hart is, of CDA, of de Partij van de Arbeid is. We willen dingen veranderen, dingen neerzetten. En dat is de kern. Hè? Als je mijn folder hebt gezien, die wordt eens neergezet, gaat om die 3 speerpunten daarin hebben. Hè? Ondernemerschap en ondernemend zijn. Ook zo'n vraag die wij als ondernemers wel eens krijgen. Ja, ben je per se achterban van de ondernemers? Nee. Ik ben wel voorstander van mensen die ondernemend zijn. Ik ben ook pas met mijn 38 begonnen als zelfstandige. Maar tot die periode was ik ondernemend. En ik vind dat om echt mensen die ondernemend willen zijn, die uit de klei willen opstaan, mouw willen opstropen, willen werken, categorie niet lullen maar poetsen, die moeten we helpen, die moeten we stimuleren. En dat maakt echt niet uit wat je achtergrond is. Helder. Over veelheid aan partij gesproken. Gisteren was Dylan Kuijs van Lokaal Meijerijstad hier te gast. En we hebben de doorgeefvraag, hè? Inmiddels wel bekend hoop ik. Ja. Dylan zou heel graag van jou willen weten hoe jij de landelijke punten en ook wel idealen van de VVD gaat implementeren in de lokale overheid van Meijerijstad. Dat is een mooie vraag van Dylan. Maar ik zit er niet alleen maar om het doorgeefluik te zijn, laat ik dat simpelweg benoemen. Doorgeefluik te zijn van centraal via provinciaal naar lokaal. Ik denk dat zelfs andersom werkt. Ik denk dat ze centraal veel meer moeten luisteren naar wat wij lokaal doen. De discussie heb ik ook binnen de VVD. Het is niet voor niks dat wij straks eens nu onze slogan hebben en niet dat we vaak een ander foldertje met iemand anders erop hebben van centraal. Kijk maar eens wat er gebeurt op dit moment. Men rollenbolt op dit moment over straat heen binnen de gemeenteraad over wie wel of geen motie mag brengen over de N279. Ja. CDA vindt iets, Partij van de Arbeid vindt iets, hier vindt iets. En uiteindelijk, jongens, kom op nou. We zijn een clubje met 35 mensen die willen vragen aan de provincie om op te schieten. En dan kun je als lokale partij echt het verschil maken. En dat is ook al wat doen. De dag dat Feik de zaak omviel in Den Haag, dat we zeggen op een gegeven moment, wat gaan we doen? Pak ik de telefoon, bel ik Feik naar Suzanne toe, de nieuwe gedeputeerde, want Christophe is naar Den Haag gegaan. En dan maken we het verschil. Dan leggen we de lokale lijn neer. Oké, wij willen hier die N279 in Veghel hebben. We moeten versnellen, maar niet nieuw onderzoeken, we moeten versnellen in die propositie. Daar moeten we gaan. En het gezeur op dit moment, echt letterlijk het gezeur op de achtergrond. Wie mag wat doen en wie komt dan mee in de krant? Jongens, laten we doen en niet lullen. Duidelijk. Sorry voor het woord. Morgen hebben wij te gast Wilco Verbrugge van Hart. Ja. En dan mag jij natuurlijk een vraag gaan stellen. Ja, dat is leuk. Een beetje dezelfde categorie die ik net van Dylan heb gekregen, maar dan een beetje omgedraaid. Hè. Dat is eigenlijk mijn vraag van, nou ja, hoe wil Wilco het lokale geluid van Hart, en denk ik misschien wel het Schijnelse geluid van Hart, landelijk laten landen? Dat is een hele mooie vraag. We gaan hem morgen aan Wilco in elk geval stellen. Dankjewel, Albert Dominicus van de VVD. Succes met de verkiezingen en nou, wie weet spreken we elkaar weer. Dankjewel. Tot zover kandidaat voor de raad. Morgen gaan we in gesprek met Wilco Verbrugge van Harts.